Welkom bij September Sessions. Mijn naam is Adinda van Wely en naast mij zitten Nico Novellas en Ernst Reiziger, klaar om zometeen twee nummers voor ons te spelen. Daarna gaan we in gesprek over de ontmoeting van geluiden en hun bijzondere samenwerking. Veel luisterplezier en tot zo. Angusani bomboso wa fan wa fumana yene Bomvona kaluta kavuti sanzela yaka kwaki Angusani bomuti wa karusaka famana di Vona wa famana goda sikinzela fumana zela kanomba fona mana yegi Never found by the yoda from the sun, from the fall on the band. That's it, one bone in a shaman. That's it, one bone in a way shaman. Sani kamisila
But this I'm missing one of when I think I'm a father. What would this until I walk among them? Then I think I'm sober. Sham and I won't. Oh, never for me, I'm sober. Mela will come on. What was saying, yelling, Mela and look with yell. Back a sort of yell, Mela won't. Back a sick feeling. Mena mambo kuyola ila very cold. Wauw. Ik heb het gevoel alsof ik in een soort trance terecht ben gekomen. Voelde dat voor jullie ook zo? Ja. Als jullie samen spelen? Je raakt de hele tijd uit onze trance. Oh, is het zo? Ik ben een beetje ondersteboven van jullie allebei, want jullie zijn allebei hele bijzondere muzikanten met een totaal ander achtergrond. Ik weet van jou dat je van origine uit Mozambique komt. Je hebt gewoond in Lissabon. Je hebt gestudeerd in Rotterdam. Van jou weet ik dat je bijvoorbeeld films hebt gemaakt. Ik heb gelezen dat je Hamlet ook hebt geproduceerd en muziek gemaakt. Hoe komen deze twee bijzondere muzikanten elkaar tegen? Via intermediair. Wat betekent dat? Dat is een aardige organisatie in Amsterdam. Concerten organiseren in de Amstelkerk en in de Duif in Amsterdam. En ook een nieuw netwerkje aan het opbouwen zijn. En die aardige mensen die hebben ons bij elkaar gebracht. Zo simpel is het. Mm-hmm. En dat was hartstikke leuk meteen vanaf het begin. En het klikte dus direct? Ja, inderdaad. Ja. En hoe hebben jullie het gevoel dat jullie muziekstijlen elkaar aanvullen? Nou, nee. Oh, jullie vullen elkaar niet aan, oké. Okay. Nou ja, we proberen inderdaad muziek te maken samen. En hoe dat werkt, dat is technisch echt best lastig. En een uitdaging. En er is genoeg materiaal om mee te stoeien. Dat is er eigenlijk vanaf het begin gebeurd. Neko maakt prachtige stukken. Dit stuk was, het eerste stuk was van hem. En ja, daar,
daar heb ik dan het idee dat ik daar wat toe kan bijdragen. Zo ontstaat dat. En als dat dan. En als zij zich daar ook prettig. Als je blijft lachen, dan weet je, zo is het gewoon. Ja. Blijf je dan lachen? Is het fijn. Ja, bij de muziek merk ik. Of als ik niet helemaal lach, maar ik bedoel, ik blijf voelen wat je doet. En ook dat dit niet makkelijk is. Hè. Ik merk dat ik denk, ja, makkelijk is om gitaar te spelen, maar als jij begint te spelen, dit tweede stukje is van Ernst, dan moet ik daar wel daar komen. En je zag net, pas jullie op, dat if we are matching our styles, was een beetje dat? Mm-hmm. Is niet dat dus, maar wel moet ik daar bij hem komen als hij iets brengt. Ja. En hij ook hiertoe. Dus constant blijven, is nooit klaar. Het klaar, is een spel, zeg maar, tussen beiden. Ja. Dus ja, plezier geven en wel blijven. Ik voel me niet als dat ik hier aan het werk ben, maar dat ik wel iets probeer te brengen en de tijd nodig om echt iets te bouwen. Dus dit was veel kort, hè? Ja, het is kort. Kort is lastig voor ons. Ja. Om gecomprimeerd een snippet of een soort teaser te spelen van ons eigen werk is iets wat we het liefst niet doen. Ja. Dat zou je kunnen zeggen. Ja. Omdat de opbouw en het in focus raken eigenlijk een de facto tijd daarvoor ontbreekt. En in onze muziek is het nou eenmaal zo dat je daar eigenlijk die facto tijd juist voor wil benutten. En, om het maar eens even te... Dus ik heb het eigenlijk op de setting commentaar en toch zeggen we van ja, maar in de moderne tijd moeten we wel een beetje reclame maken voor onze muziek. Dus daarom zitten we hier ook. Dus we zitten hier met een dubbele agenda. Ja, precies. Ja. Ik snap het. Maar in september, wanneer jullie gaan optreden hier in Flint, mm-hmm. hebben jullie natuurlijk alle tijd en ruimte. Natuurlijk. Ja. Maar jullie hebben voor vandaag bijvoorbeeld twee nummers voorbereid. Welke rol speelt improvisatie in jullie spel? Je hebt dat wel genoemd. Het sound, wat je zei in Dutch, was? De ontmoeting. Ontmoeting van geluid. Dat is alle improvisatie. Een vogel die komt uit Afrika, ontmoet een vogel die uit Denemarken komt, ergens. Wat hoor jij? Meteen een improvisatie van geluid. Ik denk dat het een beetje zo dat wij ontmoeten elkaar en wat komt, dat is alle improvisatie. Wij spelen nooit hetzelfde stuk op dezelfde manier. Tenminste, voelen we nooit hetzelfde. Maar weten we dat het gevoel zit daarin. Het maakt het geïmproviseerd ter plekke op momenten. Ja, mooi. Ja? Welke rol gaat het publiek spelen? Gaan jullie daar ook op reageren? Nou, het zou fijn zijn als ze gewoon bleven luisteren. Ik bedoel, het cognitieve gedeelte van je brein wat muziek a priori triggert. Dus het is daarvoor hoef je ook niet te begrijpen welke tekst je nou precies zingt. Maar dat je het gevoel hebt dat je begrijpt wat er gezongen wordt. Precies. Dat is zoiets. Ik bedoel, dat je de verhalende kant van de muziek één gedeelte is. En ook het geluid op zich. Interessant genoeg is dat we... Ja, in ons belang is het natuurlijk dat we een keer spelen. En dat mensen dat zo fijn vinden dat we ooit nog eens een keer terug mogen komen. Mm. Dat is dan ongeveer de graadmeter. Ja. En dat we het zelf ook willen blijven proberen. Ja. Dat we ook hard met die focus bezig zijn. Ja. Aan het concentreren op onze muziek. Ja, het publiek komt binnen en we moeten dus een publiek verrassen. En door de verrassing zijn de publiek of we captivate them of we hebben zijn kwijt. Mm-hmm. En als we goed onze best doen, dan denk ik dat krijgen we steeds meer podium. Dus dit is onze taak om niet de publiek naar buiten laten, maar naar onze woonkamer te vragen om met ons te komen zitten. Oh, wauw. Ja. Nee, zo voelde het voor mij nu ik naast jullie zat. Wow. Als een soort trance. Ik was even weg. Ik was welkom bij jullie op de bank. Wow. Fijn, mooi. Heel erg bedankt hiervoor, voor jullie tijd ook. Ik kijk er heel erg naar uit om jullie in september te zien. Hopelijk u ook. En tot snel.